Zo, welkom, Gerard. Dankjewel, Sander. Bij onze eerste podcast samen. Ja, we, 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 we de spotcast. De spotcast. <laughs> ja, we, we, voor een korte introductie. We hebben elkaar natuurlijk al best vaak gesproken met, met spot On. Zeker. En uh, over onderwerpen. En het leuke daarvan is dan uh, eigenlijk in, ook in de voorbereiding. Dan, dan praten wij over van alles en nog wat. En toen hadden we natuurlijk zoiets van ja, dit moeten we natuurlijk een keer gaan opnemen. Ja. Want uh, als het dan over jouw vakgebied gaat, dan. Is het heel mooi, dan gaat er een kwartje in en dan komt er heel veel uit. Ja, zeker. Dus daar, vandaar dus de eerste podcast ja. waar we dan nu zitten. Ja. En, uh, nou, ik, voordat, we, voordat we verder toch de diepte ingaan over onderwerpen. Uh, in 2007 is Spot opgericht. Ja, en dat zie ik heel mooi. Natuurlijk. Spot maakt ICT. En, uh, maar vertel eens, want het is lang geleden. Zeker, bijna 18 jaar. Uh. En 18 jaar geleden zaten jullie aan tafel en toen dachten jullie. Ja, we waren met een, met, een, met een groepje en um, uh, we waren natuurlijk allemaal al ondernemers uh, op andere gebieden. En um, de ICT-bedrijven waar wij mee te maken hadden op dat moment, dat was eigenlijk altijd vanuit uh, de techniek geregeerd. Dus dat waren technische mensen die iets beter konden communiceren dan de rest. <laughs> en uh, nou ja, dan, dan, uh, dan, nou, dan konden ze zichzelf verkopen en dan nam je uh, een aantal mensen erbij. En uh, uh, ja, die verkochten eigenlijk techniek omdat het uh, technisch moest. Of, uh, ja, omdat, uh, nou ja, blijkbaar was het dan nodig. En wij hadden eigenlijk een andere opvatting, want wij wilden dat uh, vanuit functionaliteit, van wat je ermee kan doen en hoe dat dan technisch geregeld is, ja, dat vonden we eigenlijk niet zo interessant. Ja. Um, en dat, dat konden we niet vinden, dus uiteindelijk hebben we met, uh, zijn we met vier man begonnen. Uh, we hebben een klein bedrijfje overgenomen in uh, eind 2006. En um, um, een naam verzonnen, of laten bedenken. En, um, en toen zijn we Spot begonnen. Wat gaaf. Ja. Het staat voor Single Point of Technology. Hè? Dat ja, een, nee. dat is eigenlijk later pas bedacht. Oh, Oké, okay. uh, ja, nee, dus uh, als eerste naam natuurlijk. Uh, <laughs> nou, wat we wilden wilde hebben is een, een korte bondige naam... Ja? waar geen cis, TECH, COM of DATA in zat. Dat was, okay. Toen was dat heel populair hè? dat ja. je... Uh, uh, Tech Data, of wat ik noem, het wat bedrijf, waar allemaal dat soort termen in stonden. En wij wilden eigenlijk een korte, bondige naam. Um, uh, niet zozeer meteen gerelateerd aan, uh, aan, aan ICT. Maar het moest gewoon pakkend zijn. En, um, en Spot was, nou, dat valt niet mee te spotten. Onderspot, uh, nou, dat soort dingen. Yeah. Um, en, um, en het logo destijds was een... Uh, uh, daar zat ook een hond in, en dat was een... Uh, een uh, Afrikaanse Bassenji. Uh, en die, uh, ja, die, die, die blafte niet, maar die jodelde een beetje. Maar die was heel trouw en waaks en dat soort dingen. En oh, dat zijn dat natuurlijk goed. ook dingen die synoniem staan met ICT-bedrijf. Ja. Dus, uh, dus vandaar die korte bondige naam. En die hond, zeg maar, als, uh, als logo. Dat is goed. Ja. Hey, en, uh, je, jullie hebben altijd dat gezegd: oké, okay, jullie focussen je heel erg op dat, op dat MKB. Hè? Ja. Uh, en dat ik goed begrijp, is eigenlijk elk bedrijf zo vanaf een. Vijf uh, tot tien personen uh, werkzaam, daar, uh, daar doen jullie veel in. Kun je daar wat meer over vertellen waar, waar die focus vooral op uit bestaat? Ja, nou ja, kijk, eigenlijk is het. Uh, het wij waren zelf ook dat soort bedrijven, hè, in, die, ja. in die grote, ik zeg altijd uh, 5 tot 50 FTE, dus of geautomatiseerde werkplekken. Maar we hebben boven de. 25, 30 zie je al dat mensen een eigen IT'er in dienst gaan nemen of iemand die ja. intern er meer verstand van heeft. Um, dus wij hebben eigenlijk gezegd, laten we die, uh, die ondergrens gaan pakken tot 30. Waar um, die ondernemer echt nog uh, um, nou, het voor het zeggen heeft, ja. maar geen eigen mensen intern hebben om je ICT te doen. Nee. Dus die ondernemers zijn bezig met hun passie. En of dat nou een autobedrijf is of een installatiebedrijf of een notariskantoor, of dat maakt niet uit. Um, ja, die hebben allemaal te maken met hetzelfde. Dat zijn nou, je hebt allemaal applicaties, eh? yeah. je hebt allemaal bestanden. Yeah. Je wil allemaal e-mail versturen, je wil allemaal bellen, en je hebt allemaal internet nodig. Dat is, dat, is jou, dat is trouwens jouw beroemde hand, hè? De, ja, hand de hand van Geert, ja. <laughs> oh <ja>, de hand <laughs> van Spot. De van spot <laughs> ja. Juist. Nou ja, maar daarin probeer ik aan, aan, aan mijn uh, uh, gesprekpartners uit te leggen dat wat wij doen eigenlijk niet zo heel eenvoudig, of niet zo heel ingewikkeld is. Ja. Uh, um, uh, dat zijn eigenlijk de vijf facetten die wij faciliteren voor bedrijven. Ja. En juist voor die, voor die bedrijven uh, tussen de twee en de en de dertig werkplekken, waar je niet iemand intern hebt die dit allemaal doet, ja. is het handig om uh, daar één aanspreekpunt voor te hebben. En zo zijn we uiteindelijk ook aan die naam gekomen, Spot. Single point of technology, één ja. aanspreekpunt voor al je technologie. Ja, maar eigenlijk inderdaad, wat je gewoon zegt, ja, weet je, het is inmiddels zo veelomvattend geworden dat je het ook eigenlijk niet meer gewoon als MKB'er gewoon zelf in huis kunt hebben. Ja, als je het in huis gaat hebben, is het natuurlijk ook gewoon een echt een mega-klus. En daarom is het natuurlijk gewoon handig dat je op een gegeven moment gewoon zegt Ja, weet je, ik, ik ga het letterlijk uit handen geven. Ja. Nou ja, kijk, het is, als je dat allemaal zelf wil doen, is het gewoon een fulltime job. Ja. Los van de uitvoering van allerlei dingen, maar ook bijblijven op kennisniveau, op securityniveau, op softwareniveau. Dus dat moet je ook allemaal bijhouden. Ja. En je moet ook nog de gelegenheid hebben om op vakantie te gaan of een keer ziek te zijn of dat soort dingen. Dus een stukje continuïteit hebben, ja, dat, is, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, dus ja. Ja, wel gaaf. Hey, en, en als je, want je, je riep al, dus de, de, de hand van Spot, hè. De, je, je komt altijd, je riep al een aantal problemen of uitdagingen moet je dan ook de, tegenwoordig zeggen. Maar waar, waar als jullie met je klanten zitten, waar, waar, waar lopen ze vaak tegenaan? Waar helpen jullie ze mee? Nou, het meeste wat ik, wat ik tegenkom is eigenlijk de problematiek van dat je dus um, heel veel verschillende dingen hebt... bij verschillende leveranciers. Dus dat ze zelf ja. geen overzicht hebben waar nou wat zit... Ja. He, dus als je een probleem hebt, wie je dan moet bellen. Ja. En dat duurt het vaak lang, want de een gaat wat uitzoeken, de ander gaat wat uitzoeken. Die voelt zich niet verantwoordelijk. En dan duurt het vaak heel lang voordat een probleem opgelost wordt. Dus ik zeg altijd tegen de mensen: zorg dat je dat inzichtelijk hebt. Dus ga nou eens een jaar facturen door en kijk alles wat met IT te maken heeft. En kijk dan eens hoeveel verschillende leveranciers je hebt. Ja. En hoe kan je dat nou simpeler maken? Want of je nou die datalijn en de telefonie bij KPN weghaalt of bij Spot, dat maakt niet uit voor de prijs. En de achterkant is hetzelfde product, alleen je hebt een aanspreekpunt minder. Ja. En uiteraard kun je nou ja, Spot wat makkelijker bereiken dan, uh, dan wellicht het uh, callcenter van de KPN. Ik denk het wel. Ja. Ja. En zeker als je nog helemaal over de grens gaat, dan is het natuurlijk uh, überhaupt helemaal niet meer bereikbaar. Nee, nee, klopt. Nou ja, kijk, wat wij ook zeggen, hè, en dat is wat we geleerd hebben de afgelopen 18 jaar, en, en daarvoor ook, want ik zit zelf al uh, ruim 30 jaar in ICT, um, is dat MKB, die, weet je, die wil er niet mee bezig zijn. Die vindt ICT lastig. Uh, de mensen waar ik bij een tafel zit, die zitten toch allemaal zo, uh, ik heb geen idee. Uh, het zit toch bij jullie, uh, het zit in de cloud, het zal wel goed zijn. Ja. Hè? Dus ze zijn er niet mee bezig. En dat snap ik ook, want die zijn met hun eigen dingen bezig. Dus het moet gewoon werken. dat is wat ze willen. En als het niet werkt, dan moeten ze iemand kunnen bellen. En die moet ook de telefoon opnemen. Want hè, dat is tegenwoordig ook lastig. Want je moet uh, mailtjes sturen of je moet in een portal nou, je wat doen. In een chatbot. Uh, ik bedoel, nou, uh, dat ja, soort dingen. Cool. Uh, uh, maar wij zeggen nee. Kijk, wij zijn een club met inmiddels uh, ruim 20 man. Dat vinden we ook belangrijk. Dat je continuïteit hebt. Dat mensen ook op vakantie kunnen. En maar dat we ook bereikbaar zijn. En bij ons, als je spot belt, gaat de telefoon over en er zit een man of zes op de service desk die gewoon de telefoon opneemt. Ja. Nou, en dat is al redelijk uniek tegenwoordig. Ja, maar dat is natuurlijk heel erg fijn voor die ondernemer. En, en kijk, en wat je ook inderdaad zegt, hè, want het, het zit allemaal cloud. Hè. Het is, ik vind het mooi wel ja. dat met ICT het zijn ja. natuurlijk prachtige termen. If you can convince me, confuse me. Want ik bedoel, uh, het gaat van over van alles en nog wat. Maar die cloud en al die toepassingen die je in die cloud hebt zitten. Want dan laten we daar nog eens over wat meer over gaan met elkaar over gaan hebben, want dat ik zie dat overal as a service, ja, ja, as a service, ja, oké, okay, vertel ja, as a service als een dienst, hè. dus ja. um, alles wordt tegenwoordig als een dienst aangeboden. Ja. Um, en um, ja, wij, wij zijn natuurlijk al heel lang daarbij bezig en uh, ik zeg ook tegen iedereen, kijk, de cloud is een middel, het is geen doel. Nee. En de cloud is ook heel vaak als doel bekeken. Dus mensen gingen eigenlijk met hun oplossing in de cloud in um, uh, en bleken achteraf teleurgesteld of het werkte niet helemaal uh, optimaal. Dus je moet gewoon goed kijken naar, uh, naar, je, naar, die, naar die, die vijf dingen, en vooral die applicaties, daar gaat het nu om. Van, uh, wat, is je, wat zijn je kernapplicaties, waar heb je die nodig en draai je die lokaal of draai je die in de cloud? Of, uh, en, en de cloud is ook een containerbegrip, hè? want uh, ja, ja. De, de cloud is blijkbaar buiten kantoor, maar daar heb je ook heel veel verschillende uh, manieren van, heel veel verschillende soorten. Uh, dus je moet heel goed kijken naar uh, wat werkt er voor je. Ja. En dat is ook een, een belangrijk punt wat wij doen. Als je klant bij spot, dan krijg je eigenlijk uh, waar ik me mee bezig hou met die klant: is eigenlijk de stip op de horizon zetten van waar gaan we nou naartoe met jouw oplossing. En dus, jouw applicatie uh, die je gebruikt, um, die je nu wellicht lokaal draait, uh, uh, voldoet die nog? Gaat die nog mee? Ja. Kunnen we die naar de cloud brengen op een juiste manier? Uh, ja. Dus dat die in de browser as a service draait. Ja. Um, uh, wanneer is dat functioneel? Uh, dus uh, als dat zo is, dus bij, ik zit ook met die klant, uh, met een gesprek met de applicatieleverancier, om te kijken van, uh, nou, zij kijken of het functioneel is, maar ik kijk of het functioneel werkbaar is met koppelingen, met kantoren, met printen, met uh, vanaf thuiswerken. Uh, dus of dat soort dingen allemaal uh, ook voldoen. Ja. Uh, Waar ontsluit je je bestanden, dat soort dingen? He, dus hoe past het met de rest van het netwerk en uh, je moderne werkplek, zeg maar? Ja, dat vind ik Oh, wacht. Die, ja, dat is, de, die, die moderne, moderne werkplek. Ja. ja, dan hebben we een aantal thuiswerken, moderne werkplek. Goed, we weten natuurlijk allemaal met corona, we zijn uh, heel erg veel gaan thuiswerken. Dat is ook gedeeltelijk weer teruggedraaid, ja. maar wordt nog steeds gedaan. Ja. Dan hoor je na die term moderne werkplek ook steeds vaker. En, uh, maar wat moet ik, hoe moet ik me die moderne werkplek dan voorstellen? Nou, kijk, waar je vandaan komt is dat we natuurlijk allemaal een PC of een laptop hadden op kantoor met een server waar applicaties draaiden. Um, en dan was je redelijk gebonden aan kantoor. En dan hadden we wel remote desktop oplossingen dat je thuis kon werken of uh, uh, bij, als je bij de klant zat. Maar de tendens is natuurlijk dat de, de applicaties die zijn versaast, hè, die zijn allemaal naar de cloud gegaan. Ja. En op het moment dat je dus uh, eigenlijk geen applicaties meer hebt die op een lokale server hoeven draaien. Um, nou, de mail was sowieso al uh, in alle gevallen naar de cloud. Uh, de meeste, meeste MKB-bedrijven zitten al over op uh, Microsoft 365. Ja. Dus dan is dat uh, ook al voor elkaar. En dan heb je eigenlijk je bestanden alleen nog over. Die ook lokaal op de server stonden. Nou, daar heb je ook prachtige mooie oplossingen voor. Dat kan SharePoint zijn of uh, wij hebben dat ook workplace gebruiken. We. Ja. Uh, um, Spot Cloud Drive. Um, dus oplossingen waarbij je eigenlijk je bestanden netjes in de cloud hebt staan, uh, maar ook lokaal toegankelijk hebt of thuis maakt niet uit. Dus eigenlijk locatie onafhankelijk werken. Dus als de applicaties in de cloud zitten, je bestanden zitten in de cloud en je mail zit in de cloud. Ja, dan heb je geen service meer nodig. Dus dan heb je eigenlijk een, een veilige werkplek nodig. In de meeste gevallen een laptop ja. hè, die je um, goed koppelt met 365. Dus je logt op een veilige manier in op je laptop. En dan is dat je, je trusted device. En daar vandaan koppel je dat aan je trusted user in 365. En dan heb je eigenlijk een hele veilige omgeving. Maar, en, maar sorry, je, je praat over veiligheid. hè? Ja. Ik bedoel, nou, da, ook daar staan de kanten van vol. Van oké, okay, hoe veilig is het dan? He, ja. Want ik wil... Heb jij het idee dat wij ons... Zijn we veilig? Is een gemiddelde MKB'er... Uh, werkt die veilig? Uh, zeker als het gaat over zijn bestanden. Ja, de gemiddelde nog niet, denk ik. Nee, hè? Uh, ik kom dat nog wel heel veel tegen. Dat er een... Uh, uh, wat ik altijd zeg als ik bij, uh, bij iemand kom... Dat ik zeg... Uh, uh, het begint bij uh, beleid maken... Uh, voor je security. En het begint bij je bestanden. Dus uh, op welke plek zet je je bestanden neer? Dus wat voor soort data heb je... Op welke plek ga je dat neerzetten? In welke mappenstructuur, zodat je recht hebt van de gebruikers. Dus wie mag waar bij. En uiteraard de administratie mag bij de administratie en HR en management. Uh, dat zijn uiteraard niet zoveel mensen. Maar bijvoorbeeld klantmappen of projectmappen, daar mag de rest weer wel bij. Dus die rechtindeling moet je maken. En daarna vandaan ga je vragen waarvan af, waar vandaan ga je er bij die bestanden komen. Uh, dus dat is vanaf kantoor, vanaf je laptop, of vanaf thuis, of vanaf je mobiele telefoon, of een tablet of uh, Via de cloud. Uh, um, en dan ga je kijken hoe kan je die toegang dan beveiligen met uh, bijvoorbeeld een 2FA-token op je telefoon. Zodat je niet alleen login aan mijn wachtwoord doet, maar ook nog even een two-factor authentication uh, uh, eraan koppelt. Ja. Um, dus dat is de basis op het moment dat je dus bepaalt waar zet je wat neer. Dus dat is voor je data belangrijk. Uh, welke rechtenstructuur zit erop en hoe kom je erbij en hoe is dat beveiligd? En ook je laptop, weet je, hoe kom je veilig op je laptop? Ja. Uh, en de mail, hoe log je veilig in je mail? Dus een aantal plekken waar je data hebt staan... Uh, daar moet je zorgen dat je op een veilige manier binnenkomt. Ja. En onze filosofie daarin is... Ja, je kan allemaal scans gaan doen en um, proberen te hacken en dat soort dingen. Maar wij zeggen, als je het in de basis gewoon altijd goed neerzet... Uh, dan is het niet zo ingewikkeld. Uh, maar daar moet je goed over nadenken. Dat als het in de basis gewoon goed is, dan kan je daar vandaan uitkiezen. En die ondernemer die moet zelf kiezen ja, op wat voor niveau je dat wil hebben... Nou, want die want als je dat dus inderdaad niet goed regelt. Ik bedoel, daar staan inmiddels de kranten van vol. Ja, dat dat wel is, eh, Want je bent ook niet zomaar veilig voor hackers. Want ik denk dat heel veel MKB's niet in de gaten hebben dat ze, ze denken natuurlijk altijd van ja, dat gaat over grote bedrijven en die ze pakken de overheid ja. wel. Noem maar op. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, zeker niet. Kijk, en dat dat begint wel langzaam door te druppelen hoor. Kijk, het gaat ook over bewustwording. En mm -hmm. dat, is, dat is waar wij ook heel veel aan doen. En daarom maken we video's en dit soort podcasts of webinars... Uh, om uh, ja, MKB Nederland uit te nodigen om, om, om eens te luisteren naar uh, ja, waar de gevaren liggen... en hoe je dat zelf voor elkaar hebt. Ja. Kijk, de ondernemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn data. Alleen hij heeft geen idee. Nee. Dus, dus, dus nou ja, die kennis moet hij gaan halen. Dat proberen wij te, te faciliteren. Um, maar ja, het is natuurlijk altijd een verf van mijn bedshow. show. Want je zegt, ja, waarom zouden ze mij, want ik heb niks uh, uh, spannends. Nee. Maar het, het is nooit persoonlijk, het gaat allemaal automatisch. Je, nou en ja ons, kijk, je, je hoort ook de verhalen naart, van kleine MKB's die gewoon letterlijk gewoon gehackt zijn en dat kan je gewoon tegenwoordig gewoon uh, dan kan je gewoon naar een desk toe hè. En dan moet je gewoon ja. volgens mij keurig netjes uh, mag je in crypto betalen en dan uh, wordt word je data ja. teruggegeven ja, maar ja, je de... bent wel uh, een paar duizenden euro's uh, bij je lichter ja dat is, dat is nog weinig ja en dan nog weinig ja. en een hoop uh, ellende maar uh, goed maar dat is dan dat je dan praat over veiligheid maar even gewoon, ik kan me wel voorstellen die MKB die MKB die heeft natuurlijk ook gewoon een website ja Weet je, en hoe moet, hij, hoe moet hij daar tegenaan kijken? Of een internetverbinding of mobiele telefonie. Ja. Want, ik bedoel, want dat is dan misschien ietsje dichterbij. Kijk, hoe, hoe veilig is die website dan? Ja, ook daarvan, dat is, dat is wel grappig dat je dat zegt. Kijk, we hebben heel veel klanten die zeggen, nou ja, de website moet gehost worden prima, dan, dan lever je een hostingpakketje. Um, en maar ja, dat, dat draait ook ergens op de servers in het datacenter. En dat kan ook fout gaan. Ja. En dan ga je ervan uit dat die hostingpartij dat allemaal geregeld heeft, maar dat blijkt dan niet zo te zijn. Um, dus dan, dan ga je zeggen, nou, dan degene die de website gemaakt heeft, heeft die een uh, backup van de site? Nee. Nou, dan nee. uh, de klant zelf. Heb jij een backup van de site? Nee. Ja. Oh, die hostingpartij, die heeft ook geen backup. Ble bleek dat niemand een backup had. Ja. En dus ja. wij hebben op een gegeven moment gezegd, ja. nou ja, weet je, laten wij nou gewoon een, een hostingdienstje gaan doen. Hè? Het is niet onze hoofdmoot, maar het is meer een serviceartikel om single point of technology te zijn. Ja. Om één aspectpunt te zijn voor die klant. Um, dat je zorgt dat, dat als je nou een website host. Um, of het nou een uitgebreid visitekaartje is... of dat die uitgebreider is met, uh, met artikelen die je kan kopen. Um, zorg dat je nou ja, uiteraard je SSL-certificaat hebt... dat die veilig is. Dat uh, je WordPress dat je updates doet van je templates. Dat dat gedaan wordt, dat het geregeld ja. wordt. Waarschijnlijk dat je de juiste plugins ook aan de, de, juist, op, juist de dat thema's koppelt. Ja, juiste plugins, thema's. Nou, jij meer verstand van ja. dan ik. Ja. Um, maar ook dat er een backup gemaakt wordt van die, van die website. Ja. Uh, uh, en dat doen wij één keer per dag buiten de serveromgeving. Dat mocht er wat gebeuren in het datacenter... dan kunnen wij natuurlijk gewoon elders de backup terugzetten, de DNS wijzigen en die website weer in de lucht krijgen. Ja. En als je je website weer opnieuw moet maken, dat wordt natuurlijk vervelend. Voor jou mooie handel, maar. Uh... Nee, maar goed, maar dat, maar dat, zeg je, ook, uh, dat ja. zeg je heel erg terecht. Dat ja. voor mij ook heel veel mensen na het gewoon ervan uitgaan. Ja, mijn data is wel veilig. Dat wordt wel gebackupt. Dat is allemaal wel. Is, ja. Ook als ik in met zo'n zo'n cloud -op, uh, oplossing werk, ja, nou, mijn data die, die is wel veilig. Nou, dat is het dus niet. Nee, maar dat is inderdaad een aanname. Weet je, wat ik zei: dat ze zeggen, ja, joh, het zit toch in de cloud, dus het zal wel goed zijn. Ja. Maar de clouds zijn ook gewoon servers in een datacenter. Het eh? is ja. uh, dus gewoon een dienst van iemand. Uh, en uh, wat ik tegen die ondernemers zeg altijd: is, uh, jij, jij bent verantwoordelijk voor je data. Dus zorg dat je weet hoe het in elkaar steekt. Dus ik probeer die, die, die ondernemers ook een beetje nou ja, op te leiden, zeg maar, of laten nadenken. Zorg dat je dat ook vraagt. En uh, ik, ik, dat zeg ik ook tegen mijn klanten. Dat je zorgt dat je scherp blijft, dat je ons ook uh, actief vraagt van hoe zit dat nou? En, uh, en als ik bij uh, ja, prospects ben, ga dat ook aan je eigen leverancier vragen. Ja. Hoe is bijvoorbeeld Microsoft 365 is heel grappig. Um, iedereen hebt de mail in 365, maar ook je OneDrive, Sharepoint Teams, daar zet je allemaal bestanden in. Um, ja, die, die standaard backup retentie daarvan hè, is uh, maand. Wat, en zo, zo. Wat, wat betekent de retentie? Nou, ja, hoe sorry. ver je terug kan, dus okay, als je wat ja. weghaalt, hè, hoe ver je nog terug kan in tijd. Zeg maar. ja, okay. um, dus nou ja, standaard is dat uh, bijvoorbeeld voor mail 28 dagen. Dus als de prullenbak, uh, uh, als je wat in je prullenbak gooit, en je gooit je prullenbak leeg. Dan kun je nog 28 dagen. Wij als beheerder kunnen dat nog terughalen. Ja. Daarna is het weg, weg. Ja, ook weg, zeg gewoon. maar. Ja. Nou, um, dus daar hebben we. En Microsoft zegt ook in zijn kleine lettertjes: Let op, uh, wij leveren een dienst, maar zijn niet verantwoordelijk voor je data. Is dat zo? Ja. ja. Okay. Uh, dus als er wat gebeurt, uh, ons niet bellen. Uh, ja, hè, want, dan kan je sowieso niet bellen. Nee. Nou, is de kans <laughs> is is natuurlijk niet zo groot dat er wat gebeurt, maar het kan wel. En het kan ook. Uh, het hoeft niet. Uh, bij Microsoft te liggen, het kan ook intern liggen of per ongeluk. Ja. Dus wij leveren een dienst, een backup dienst, op je 365-profiel, zodat al je mail, je data in OneDrive en Teams en SharePoint uh, minimaal zeven jaar bewaard wordt. Zo. Ook alles wat je weggooit. Ja. Uh, dus dat is een, ja, standaard diensten die uh, steeds meer ook een stukje security zijn. Uh, dus je moet aan de ene kant zorgen dat, dat je dingen veilig hebt en uh, uh, dat mensen dus niet uh, nou ja, gehackt kunnen worden. Maar aan de achterkant, als het wel gebeurt, moet je ook zorgen dat de data teruggezet kan worden. Dus ja. je moet ook uh, de backup goed geregeld hebben. Ik zeg altijd uh, als je gehackt wordt, dan moet je uh, de twee B's, uh, je kan de twee B's kwijt oplossen, of een backup of bitcoins Ga maar ja, <laughs> dan liefst, liefst de eerste. Ja, ja, ja. ja maar dat moet nee, je maar, wel... Bekken moet je van tevoren regelen. Ja, ik vind het wel goed, die twee bezig ja. ja, maar dat is... Oké, okay, en, ja, en je merkt ook gewoon dat eigenlijk heel veel, heel veel ondernemers... die zijn natuurlijk helemaal niet met dit soort dingen bezig. Die zijn natuurlijk gewoon met hun dagelijkse gang van ja, zaken... Ja. met hun producten, met hun ja. winkel, noem het maar op, ja. bezig. Maar dat schiet er gewoon bij in. Ja, en, en terecht, hè, dat snap ik ook. Want het is ook veel. Dus uh, ja. ik heb van de week iemand die belde me op, een relatie. Die zei, nou, ik ga een nieuw bedrijf beginnen... Um, dus heb je tijd, uh, nou ja, prima. Dat moest allemaal op stel en sprong natuurlijk, want uh, het kwam uit de lucht vallen. En uh, ja, die, die gaat gewoon met vier, vijf man een nieuwe onderneming beginnen. Als je dan ziet wat die allemaal moet regelen aan ja. ICT-dingen. Ja. Ook hij schrok daarvan, zeg maar. Want ik maak dan een opzomming van, maar je hebt je datalijn, je telefonie, je e-mail, je security, je backup, je hardware, je netwerk, uh, je, uh, je switch, je firewall, je wifi... Uh, uh, en dat is zijn er twee handen vol inmiddels. Ja, nee, de, dat zijn er twee handen drie vol. Drie handen vol. Ja. 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 Okay. Ja. Dus dat is alleen nog maar ICT. Ja. Weet je? Dan heb je het nog niet over uh, bureaus en stoelen en uh, dat soort dingen allemaal. En dus dat, dat zijn heel veel dingen waar je rekening mee moet houden. Dus ja. zo iemand die schrikt daarvan. Oh ja, uh, kijk voor ons is het gesneden koek. We zetten dat in één keer op papier. Maar hij zegt, Oh, wacht, dan moet ik toch wel even over nadenken. Maar is het ook zo dat je dan gewoon eigenlijk, hè, als ze gaan uh, of een nieuw bedrijf beginnen of ze gaan verhuizen, ja. zitten jullie dan ook vaak ook al gewoon vanaf het begin af aan? Dan ook al aan tafel, zeker met dat ja. Oké, okay. ja, maar dat is natuurlijk enorm. Dat is lekker, want jullie kunnen natuurlijk vanuit jullie expertise hè, dan gewoon van zeggen, joh, weet je... nou ja, let op die, uh, die drie handen vol dan. Ja, nou ja, wij, wij hebben natuurlijk regelmatig te maken met verhuizingen en ook de combinatie van als een bedrijf gaat verhuizen uh, is ook een mooi moment om wellicht een, een nieuw ICT-partner te zoeken. Ja. Uh, um, dus om, om de boel opnieuw in te richten op de nieuwe locatie. Um, dus, en dan ja, daar hebben wij gewoon een heel draaiboek voor. Uh, wij doen uh, gemiddeld uh, één keer in de veertien dagen een verhuizing. Um, dus ja, dat zijn er best veel. En daar komt ook heel veel bij kijken. Ja. En wij zeggen ook dat zeker als je gaat verhuizen naar een nieuwe locatie... Uh, Laat dat ons vroegtijdig weten, want je internetverbinding die moet je daar regelen. Die dat is moet je het dan belangrijkste als eerste aanvragen. Ja, ja, en dat is niet altijd maar uh, meteen voorhanden. Dat kan soms wel even duren als je glasvezel wil hebben. Ja, die glasvezel die, die regel je dan ook. Ja, en... we zijn, kijk, wij zijn uh, merk onafhankelijk, dus wij kijken gewoon ja, op het, het bedrijfterrein waar je ook zit. Ja. Wat is daar beschikbaar? En of dat nou KPN is, de Delta Fiber of uh, Odido, of uh, dat maakt niet uit. Wij kunnen daar gewoon kijken wat er uh, te leveren is. En dan gaan we kijken naar je behoeften. Wat heb je nodig? En dan kunnen wij die verbinding leveren. En dan pak je natuurlijk, neem ik aan ook meteen het liefst ook je mobiele telefoon mee. Want ik bedoel, als je dan toch bezig bent, dan uh, regel je dat ook. Uh, Zeker, uh, je nou ja, mobiel of je zakelijke telefoon. natuurlijk. Ja, dus uh, VoIP-telefonie, vaste ja. telefonie, uh, tegenwoordig heel vaak uh, uh, Famo vast mobiel integratie. Hè? Dus uh, de combinatie met mobiele telefonie. Ja. Uh, en daarin ook hebben we meerdere, meerdere merken die we kunnen leveren dus afhankelijk van de behoeften van die ondernemer kunnen wij daar een passend voorstel voor maken zeker ja en hey, dan vind ik eigenlijk... weet je kijk de hele wereld staat ermee vol sterker nog uh, de aandelen Nvidia zijn uh, echt door het dak heen geknald ik ja. nou ze zijn nu weer iets lager maar AI nou dan gaan we hoor ja uh, wat moeten we ermee, Gerard? Het Goeie, vraag. Ja. Goeie vraag. Goede ja. vraag. Ik bedoel, want het zien als een tool? Uh, wat, 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 hoe kijken jullie ernaar? Ja, het is. Een, het is uh, wij zijn natuurlijk heel erg mee bezig geweest in de opkomst van vooral uh, uh, ChatGPT hebben we natuurlijk al een tijd gehad. Dat wordt heel uh, nou ja, veel gebruikt. Uh, mensen waren nog niet helemaal op de hoogte van uh, de gevaren daarvan. Hè, want die gebruikten de, de versie en uh, gingen er allemaal uh, ja, dossiers in doen. Um, om vervolgens daar uh, mooie rapportjes van te krijgen. Daarvan zeggen ze bij OpenAI, dankjewel. Dankjewel, ja, dus dat is, dat is publiekelijk uh, bekend nu, zeg maar. Ja, ja. Um, Kunnen onze modellen ook weer mee trainen over jouw bedrijfsgegevens? Ja, ja goed, dat, ja, dat ja. ja. Nee, nou, Maar dat, dat is wat er gebeurt, omdat ja, mm. men weet dat niet. Dus je, je, je gebruikt dat leuk privé en vervolgens ga je dat zakelijk ook gebruiken. Ja. Um, dus met de komst van Copilot, dus de Microsoft variant ervan, uh, ja, die, die is wat af, die is afgesloten, zeg maar, die omgeving. Dus uh, nou, toen hadden we heel veel vraag verwacht, zeg maar, vanuit het MKB. En uh, nou, dat is ook echt wel geweest uh, de eerste paar weken. Um, maar eigenlijk hoor je daar helemaal niks meer van uh, ja. in het MKB. En, het is, uh, en dat is grappig, omdat die toepassingen daarvan, of ze vinden het kostbaar, of uh, ze, ze snappen nog niet hoe ze het moeten gebruiken. Maar wat je natuurlijk met AI is dat het aan de achterkant heel veel gebruikt wordt. Hè? Bij, ja. uh, bij dingen van je eigenlijk niet merkt. Zo van, jij neemt chatbots, neemt, noemde je net. Maar ja. daar wordt al heel veel AI voor gebruikt. En ook in de technologie, bij, bij KPN en de achtergrond om, om netwerken te monitoren en dat soort dingen. Wordt heel veel AI gebruikt. Dus om ons heen wordt het eigenlijk al heel veel gebruikt. En niet zozeer als toepassing die je direct uh, gebruikt. Maar dat gaat wel komen. Uh, en wij houden dat gewoon in de gaten voor, uh, voor onze klanten en uh, prospects. En dus ja en als dat... ze vragen hebben kunnen natuurlijk neem ik aan, altijd bij jullie terecht ja, en hoe ze dat, dat moeten sowieso. integreren wat ja. ze daarmee moeten natuurlijk. Ja, okay. ja, en ook met ja gewoon uh, de, de sessies doen hebben we hebben twee keer per jaar natuurlijk de open dagen bij ons waarbij we uh, bedrijven ook informeren en, en uh, ja. Uh, ja die kunnen langskomen en gewoon uh, wat sessies volgen. Dus op die manier proberen we gewoon uh, ja, mensen op de hoogte te houden. Hey, en uh, Ik hoorde je, dat was een tijdje geleden, weet je, want ik hoorde in één keer ook hardware. Dus ja. ik denk, kijk, want we praten natuurlijk nu al uh, veel over en lang over. Uh, de uh, de, de, de grote gro ja. wereld van de ICT. Maar de hardware, dus uh, daar dat is dus ook uh, spot. Zeker. Ja, grappig, grappig dat je dat zegt. Hè. Heel veel um, een aantal jaren terug was het zeker zo dat mensen, oh, doen jullie ook hardware? Ja. Dus blijkbaar ja. brachten we dat niet uh, genoeg over het voetlicht. Um, en, um, maar wat belangrijk aan hardware is, en dat doen we met doen we laptops en pc's en uh, um, nou, wifi-netwerkapparatuur, switches, firewall, uh, af en toe ook nog wel een server bij klanten, als het uh, specifiek nodig is. Um, schermen uiteraard, uh, monitoren, maar ook presentatieschermen, videovergaderen, oplossingen, uh, dat soort dingen doen we heel veel. Uh, maar het belangrijke daarin is dat, dat we heel goed kijken naar... waar heeft die ondernemer dat nou voor nodig? Dus wat gaat diegene ermee doen? Ja. En je kan natuurlijk zeggen, vroeger hadden we allemaal één scherm. Toen moest iedereen twee schermen. Misschien ging niet twee keer zwart werken, maar het was wel handig. <laughs> ja, <laughs> um, ja, het maar staat dat staat wel mooi. We hadden toen twee keer 24 inch schermen. Dat is een beetje de standaard. Maar ja, nu hebben we natuurlijk curved schermen, brede ultra uh, uh, tot 49 inch uh, op je bureau. Um, dus er zijn heel veel mogelijkheden. En wij hebben ook heel veel klanten die zijn installatiebedrijven of, of technisch tekenbureaus, die natuurlijk te maken hebben met uh, dat ze meerdere schermen nodig hebben, uh, grote ja. en met daarnaast. Uh, dus um, het is heel belangrijk dat je goed met die klant doorvraagt van, oké, okay, maar wat ga je ermee doen? En dat geldt voor de pc dus, voor de schermen, maar ook voor een printer. Uh, als je die nodig hebt, doe maar een printertje. Ja, maar ja. is het A4, ja. A3, dubbelzijdig, moet er een nietje in, uh, wil je scannen... Uh, ja. Weet je, dus, je, nou, eh, dus wij, wij spelen heel, heel erg in om, om dan juist met dat soort vragen naar die klant toe te gaan. Wat ga je daarmee doen? Op de locatie kijken, want die klant kan het ook zelf niet uitleggen. Nee. Want die weet niet, ja, die zegt, ja, ik moet gewoon printen. Maar, uh, dus je moet dat echt uh, een hand meenemen. En dan gaan we gewoon op locatie, dan gaan we maar gaan heb we inventariseren. Je die, heb je die dingen dan ook in permanent staan, uh, die schermen in, uh, ja. waar wij het over hebben? Okay. Ja. Ja, we hebben um, sinds een aantal jaar uh, ons zusterbedrijf Office beneden bij ons. Ja. Die doen uh, kantoorartikelen, uh, maar ook uh, meubilair. Dus die hebben alle soorten bureaus staan, en bureaustoelen, monitorarmen. En daar hebben wij eigenlijk al onze verschillende soorten monitoren, uh, opstellingen. Dus, uh, ja, van, maar daar je uh, jullie mooi in dan. Ja. Oké. Okay. Ja, we Allee. doen heel veel projecten samen. Dus waarbij ja, we leveren de bureaus, maar we zetten ook de. Uh, de schermen erop en de techniek erachter en de wifi en uh, dat soort dingen allemaal. Dat is gewoon een soort one-stop-shop geworden dan in dat Zeker, geval. Zeker. Ja. Okay. Maar dan hebben we dus niet één, één hand, maar dan hebben we hem, goed. Nou, we gaan nu over die handen hebben. Dat zijn. We Andere aan. keer. Andere keer. Ja. Hey, maar ik zit uh, eigenlijk want we hebben natuurlijk heel veel behandeld uh, en, en, en voor mij hebben we gewoon een denk ik goed goed beeld kunnen schetsen van. Oké, okay, wat nou die uh, die spot maakt ICT, wat die ICT-wereld nou inhoudt. Um, wat wat kan wat kan je de, de MKB'er eigenlijk hè, die die gewoon de, de, naar deze podcast, naar de spotcast gaat kijken? Hm. Die denkt, ja weet je, luister, ik zit ook, hè, ik ben druk met mijn producten bezig, ik ben druk met mijn winkel bezig. Uh, goh. Uh. Ik, ik merk toch wat dat ik dat uh, dat ik daar ook aan moet gaan denken wat kan je ze nou aanraden ik bedoel uh, en natuurlijk ja kom langs en wij, wij je moet bij jullie langs komen ja. maar waar, waar zouden ze moeten beginnen als het aan jou ligt nou ja dat weet je het hoeft niet per se bij ons maar het is wel belangrijk dat je overzicht creëert dus, dus wat ik net zei ga ja. ga eens in je facturen kijken dan van een jaar van halen alles er eens uit wat ICT is ja. dat geeft al in ieder geval een beeld van wat je allemaal al hebt en wat je doet uh, een ander wat ik altijd zeg is zorg dat je, dat je je processen in kaart hebt. Dus wat je eigenlijk qua werkwijze in je organisatie hebt, um, hoe je dat nu doet. En, uh, en dan kan je ook zien als je dat echt uh, op een mooi whiteboard verzet, je processen. Dan kan je ook zien uh, waar, waar zitten nou de, de knelpunten of waar kan ik nou meer efficiëntie halen. En daar kan je ook ICT voor gebruiken. Ja. Dus dat zijn twee dingen die ik altijd zeg als ik uh, uh, ja, koud bij iemand aan tafel kom. Um, zoek dat uit, zeg maar, en dan kunnen we kijken wat we gaan doen. Ja. Um, en belangrijk vind ik, en dat, dat is wat ik merk, zeg maar, in onze, onze relaties en mijn gesprekken die ik doe, is dat ze het fijn vinden dat ze gewoon een goede gesprekspartner tegenover zich hebben. Waar ja, ze gewoon waar ze ja. hun vragen neer kunnen leggen, ja. waar ze antwoord krijgen en, uh, een beetje, en, en die eerlijk zijn. En wij, wij komen ook, weet je, klanten die hebben een printer, die is best een paar jaar oud, maar die heeft niet zoveel printjes gedaan, maar die is stuk ja, dan kunnen wij best een nieuwe printer gaan verkopen. Maar um, het beste advies is... en de klant vraagt dan... Nou, als ik nou met jou in de kroeg sta... wat zou je dan adviseren? Ja, 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 op die manier. Ja, ja, nou, okay, dan nee. zeg ik, joh, weet je... laat hem even maken voor uh, 200 euro. Ja. Dan kan hij gewoon weer even door... want uh, hij heeft niks gelopen... En, uh, en je kan altijd nog een nieuw kopen. Weet je? Ja. Dus gewoon een eerlijk advies geven... en, uh, uh, en op die manier uh, je relatie opbouwen. En dat is wat ze, wat ze heel fijn vinden. En dan, en dan nou, vinden ze het makkelijk... om dit ook te doen, dat ook te doen... Weet je, en Uiteindelijk heb je dan een uh, single point of technology, één aspect. Ja, maar het gaat natuurlijk, en dat, wat jij ook heel terecht zegt, ook over vertrouwen. Maar het gaat ook heel erg over bewustwording. Ja. Want dat is natuurlijk wel iets wat je gewoon na het zeggen van ja, je, je, bent, je bent bezig met je business, hè, met je dagelijkse gang van zaken. Maar ja, die hele ICT en alles waar we het net over hebben gehad, al die gegevens en al die beveiligingen, noem maar op, dat hoort er ook gewoon allemaal bij. En, uh, en zeker. En, en die, we hebben toch wel het idee dat daar, daar is nog wel heel veel in te winnen, denk ik. Zeker als het gaat over de MKB. Nee, dat klopt. Maar het, het, het wordt onoverzichtelijk, omdat ze inderdaad geen overzicht, letterlijk geen overzicht hebben. Dus ah. dan, dan ja, heb je heel veel diensten dit en daar, verschillende leveranciers. En het kost allemaal geld en ze weten niet waaraan en dat soort dingen. Dus daarom eh, nodig ik altijd. Ik ga altijd voor het eerst naar de klant toe hè, voor een gesprek. En dan gaan we daar, dan ga ik daar inventariseren. Kijken hoe ze het voor elkaar hebben nu. En maar vooral wat is hun werkwijze. Wat lopen ze tegenaan? En, en, en waar zijn ze naar op zoek? In een IT-partner, zeg maar. Hè? Niet een leverancier, maar een partner. Ja. Um, en, 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 en dat wil ik eerst boven water hebben. En kijk, IT is IT. Dat kan iedereen leveren en dat is gewoon. Uh, uh, en IT kost IT. Alleen de manier van communiceren met je klant. En zorgen dat je, dat je helder krijgt wat ze nou echt willen. Uh, en dat vertrouwen krijgen, dat is belangrijk. Dus, ja. dus dat doe ik in het eerste gesprek. En dan, uh, ja, dan nodig ik ze uit naar spot. Dan kunnen ze de organisatie zien. En dan heb ik een heel mooi groot uh, 86 inch digitaal whiteboard waar ik uh, op kan tekenen. <laughs> ja. En dat vind ik fijn. Dan, yeah. dan ga ik eigenlijk visualiseren hoe hun situatie is, qua datalijn, en netwerk en waar hun applicaties zitten. En dan, dan zie je echt die ogen open gaan en denk je. Oh, zo zit het. Ja. En dan hebben ze overzicht. En dan zeg ik, nou, dan pak ik spot oranje uh, in mijn stift. En dan ga ik aantekenen. nou Hier, dit is wat wij doen qua security, qua werkwijze, et cetera. En dan uh, zeg ik, nou, dan heb ik hier een voorstel. Dan zijn deze dingen. En nu kun je als ondernemer, heb je genoeg bagage om een goede keuze te maken. Kijk, precies. Daar Daar dan, weet je, dan weet je ook waar je het over ja. hebt. En dan, uh, nou ja, goed. Nou, Gira, dankjewel. Ja. Want volgens mij uh, zijn we een beetje aan het einde gekomen van onze spot. We hebben, we, hebben weer, uh, we hebben volgens mij een hele hoop, uh, een hele hoop onderdelen <laughs> behandeld ja, mochten ze vragen hebben, ja, weet je, dan uh, moeten ze natuurlijk gewoon eventjes naar, naar spotuct.nl gaan om de te vinden. De te vinden. Ja. En, en anders gaan ze je bellen. En dan, uh, dan kom jij met de, met de beroemde hand van Spot. Zeker. <laughs> Komt helemaal goed. Hey, dankjewel voor de eerste spotcast. Jij ook. Uh, to be continued, denk ik, als het goed, uh, zo doorgaat. Thanks. Dankjewel. Hoi.